Wat ons aanspreekt is natuurlijk dat er hier innovatieve dingen gebeuren. En het is denk ik wel onze rol om innovatie bij een van onze leden ook te gaan bekendmaken, ook te gaan ondersteunen, geloofwaardigheid te geven, maar ook om aan te duiden dat wij samen met de innoveerder onderzoeken op welke manier wij zijn streven het best kunnen ondersteunen. Ik denk in ieder geval dat hier een zeer interessante maatschappelijke visie aan de grondslag ligt van een technologische revolutie. En wat dat betreft is natuurlijk de vraag van wat is de impact? Wel, die kan wereldwijd zijn, maar die gaat zeker en vast hier beginnen. En dat is het positieve eraan. Ik denk dat wij hier verschillende levels van impact zullen krijgen. De allereerste plaats is, we gaan op een andere manier kijken naar producten, naar productie en naar de wijze waarop wij productie organiseren. Dat is denk ik heel erg duidelijk. Ten tweede is het natuurlijk zo dat het voor wat betreft de regio die per definitie eigenlijk bij uitstek een industriële regio is, dat het uiteraard zo is dat wij zeer sterk benieuwd zijn naar nieuwe dingen die de industriële sector kunnen revolutionariseren. Dus ik denk dat de impact door mij moeilijk in te schatten is, maar ik denk dat die enorm groot gaat zijn. Aan de andere kant denk ik dat wij hier een regionale impact in ieder geval al onmiddellijk kunnen verkrijgen doordat aangetoond wordt dat er toekomst is voor industriële activiteiten, zij het dan van een andere orde, van een ander wezen, maar wel zeer duidelijk toekomst is voor industriële activiteiten hier in deze regio. Omdat we nu eenmaal ook die historiek hebben, dus ook mensen hebben die in dit soort nieuwe industriële activiteiten kunnen een rol spelen. Wij zijn geïnteresseerd in de activiteiten van onze leden, zeker in revolutionaire activiteiten van een lid. Ik denk dat wij een rol te spelen hebben om samen te kijken hoe kunnen wij dit ondersteunen, hoe kunnen we dit geloofwaardigheid geven, hoe kunnen we dat meer algemene erkenning doen vinden. En hoe kunnen wij, met andere woorden, wat wij altijd doen, het ondernemen. Dat is een totaal ander ondernemen met een visie, maar ook met een totaal andere uitwerking. Hoe kunnen wij dit ondernemen nu ondersteunen? En dit is in eerste instantie maatwerk. Maar ik denk dat wij ons ook als werkgeversorganisatie de doelstelling moeten geven om dit soort dingen extra te ondersteunen. En ik heb er ook al met de rector over gesproken. We zullen dat ook nog in de komende dagen doen met anderen. Kijken van hoe kunnen wij nu het bedrijf eigenlijk vergemakkelijken om zijn succesvolle weg verder te zetten. Ik zie dat als zeer normaal dat een werkgeversorganisatie werkelijk revolutionaire dingen die ook al bewijzen en dat zij substantieel, met andere woorden, dat dat dus werkelijk kan, dat dat werkelijk reëel is, dat deze dingen dan ook verder uitgedragen worden, dat die dus ook verder hun kansen krijgen. Dus een draagvlak zeker en vast in de onderwijswereld, zeg maar, in de academische wereld, in de ondernemerswereld. En ik denk dat wij misschien gezamenlijk ook wat kunnen doen om naar de politieke wereld te werken. De gouverneur komt op bezoek, wij hebben heel veel contacten met hem. Wel nu, ik denk dat wij wat dat betreft vanuit de drievuldigheid misschien kunnen zorgen voor meer gebalde actie.